Dag Sinterklaas! Ja, dag! Tot ziens, Jerry! We rijden hier het laatste stukje van de tour naar onze laatste voorstelling. En vanavond spelen! Drama, achterkant van de bus, je gelooft het niet. Hij is ook in blauw-grijs krijgbaar, maar pekel, rotzooi, ja, die voelt er niet aan. Aangekomen bij onze locatie. Hier zullen we onze allerlaatste voorstelling gaan spelen. En dit is dus de voorstelling voor de Royal Canadian Legion hier in Moncton. En dit is de voorstelling die we dus hebben gemist door onze vertraging, waardoor we in Barcelona zaten, geen bus kregen, et cetera. Dus die gaan we vandaag inhalen. Ik doe even een one-man show. Erik, ja, wat is er aan de hand? Nou, niet zo best. Ik kom net uit de Legion en daar waar wij zouden bouwen en spelen, staat een band te spelen. En ze zijn aan het dansen daar. En het punt is, dat we kunnen pas opbouwen om 4 uur. Maar wij van de Army Show, wij gaan de uitdaging aan. We gaan bouwen in een recordtijd en we gaan vanavond knallen. We zitten in de food court. Dus we hebben overal restaurants. Allemaal verschillende. We hebben echt van alles. Tim Hortons. We hebben een vlog in de Kiara, verrassend genoeg. Alice en ik hebben eten van de wok. Lekker, lekker. Laatste voorstelling vanavond en we dachten we gaan groot uitpakken. Maar Erik, is dit groot? Nee, we zitten hier vandaag op een toneeltje wat normaal voor vader Abraham en zijn smurf is. Maar voor ons echt minuscuul. Maar bouwen het, hè. Even in vogelvlucht. De kunsten van Ine met het grimeren. Ben ik weer. Alweer vanuit de auto, maar nu richting Halifax. We zijn onderweg naar Halifax. 2,5 uurtje rijden en dan gaan we lekker tukken om morgenochtend om 6 uur de auto weg te brengen. Dag vogeltjes, snaveltjes toe, slaap lekker. We zitten hier bij ACL, het kantoor, het verschepen van onze bus. En Erik is even rustig brengen en komt straks lopend terug. We staan hier op de ACL terminal, hier in Halifax, want gaat weer terug naar huis. Naar 15.000 kilometer gereden te hebben, hebben we vanmorgen nog in alle vroegte het zout er een beetje afgehaald en hij staat hier nu klaar voor verscheping. 23 december komt hij aan in Antwerpen. Prachtige tour, werkelijk waar, schitterend. Leven op tour voor ons was zwaar, maar voor mijn tas was het nog veel zwaarder. Maar ja, ik wil natuurlijk wel dat mijn spulletjes in Nederland aankomen, dus we gaan even iets creatiefs bedenken om mijn tas heel in Nederland te krijgen. Dan heb je hier supersonische tape. Oh, nou, klaar. En voilà! We hebben een luxe beenruimte, Alice. Ik voel me echt heel groot hier. Oh nee! Daar gaat hij dan! Yummy! Ga weg! Ga weg, ik ben het vlogger. En de deur is gesloten. We zijn eindelijk in het vliegtuig onderweg naar Philadelphia. De eerste tussenstop. Vanuit daar vliegen we door naar Londen. Juist. Ik geloof het niet, maar we zitten weer, ja, in Philadelphia. Hoor je de klassieke muziek al draaien? Ja, ja, ik zeg maar zo, het is André Rieu. We zitten hier helemaal voor het entertainment systeem. En let op wat we hier hebben. Hoppa, een afstandsbediening. En we hebben nog geen. Hey, dus dan hebben we hier voor elkaar vandaag. Ja, ja, ja. Maar waar zijn we onderweg dan, Erik? Waar? Naar mijn huis. Is toch morgen? Ja, maar welke vlucht is dit? Een vogelvlucht. Deze gaat naar London Heathrow. En daar gaan we ons volgende avontuur beleven. Ja, want dan gaan we ook weer 4 uur wachten. We beginnen een beetje een baardje te krijgen. Komt haar met mijn neusgaten groeien. Ik denk dat de afhalers mij zo niet meer herkennen. We zijn inmiddels London Heathrow. We gaan nu naar onze vlucht naar Brussel heen. Nu vanuit de wachtruimte. Ja, we hebben weer een paar verrassingen. Op de eerste plaats dat er iets schijnt te zijn met onze koffers. Dat weten we niet helemaal zeker. Die zwerven nog ergens op deze wereld. Nog een andere verrassing. De vlucht iets vertraagd. Is dat we nou geen 3 uur, geen 4 uur, maar 5 uur moeten wachten. Daarom zijn de bananen. Nee, gaan wij de landkaart inkleuren. Het laatste stukje van de Tour Canada, dat gaan we nu doen. Want ik heb stiekem de stift van Alice in mijn koffer gehouden. Dat weet ze niet, maar ja, die heeft zoveel materiaal in mijn koffer. Toch moet ze alles van iedereen lenen. Is ook een beetje raar eigenlijk. We hebben al een hele toestand gehad aan de douane, maar dan mochten we niet filmen. Maar dat is wat geweest. Oh. Wat zat er in jouw tas, Alice? Een batterij. Mag niet. Midden in de wachtlijn gaan wij eventjes hier op de grond de kaart bijtekenen van Canada. Ja. Laatste keer waren we dus gebleven in het plaatsje Windsor om de voorstelling te verzorgen. En we zijn vanaf Windsor doorgereden naar Peterborough. We zijn weer langs die prachtige Borough One gereden. Huppakee, we zijn hier omhoog naar Peterborough, waar we hier de voorstelling hebben gedaan. Daarna zijn we doorgereden naar Toronto om nog even de sightseeing. Dat is eigenlijk dezezelfde weg weer terug. Om vervolgens weer door te rijden naar Cornwall, waar we... We zijn doorgereden naar Cornwall, waar we weer hebben overnacht. We zijn verder gereden. Dwars door het prachtige Quebec en we hebben hier veel sneeuw gezien.
helemaal naar het noorden, naar Rivière du Loup. En van Rivière du Loup zijn we weer naar beneden gezakt. Het was een rit van om en nabij de 1300 kilometer in één dag gereden. Het is haast niet te geloven. Maar s'avonds stond hier een heerlijke nasi maaltijd te wachten bij onze grote vriend Jerry Blom. Toen moesten we de laatste voorstelling nog inhalen, die op de heenweg niet meer konden spelen. Toen zijn we doorgereden naar Moncton. Daar hebben we onze laatste voorstelling gedaan. En midden in de nacht hebben we nog eventjes 3 uur verder gereden. Helemaal naar Halifax. Waar we vervolgens de auto op de terminal hebben gebracht. En vanaf hier weer teruggevlogen zijn naar Nederland. Het is niet niks. 15.660 kilometer. In maar liefst 45 dagen. Met maar liefst 24 shows. Na 5,5 uur wachten zitten we eindelijk in ons laatste vliegtuig van de tour. En zoals je kan zien is het buiten heel erg mistig. En dat is ook de reden waarom ons vliegtuig dus zo vertraagd is. Op naar Nederland. Hallo Brussel. Zoals bij ons altijd wel iets misgaat. Ja. Zo nu weer. Ja. Alle koffers zijn er behalve die van mij. Ja, maar dat was een kwestie van gas. Mijn koffers staan waarschijnlijk nog in Londen. Maar goed, we zijn wel veilig aangekomen. En de mensen uit Nederland zijn al hier op te wachten. Ja, uiteindelijk zijn we dan toch hier gekomen. Maar wat is er gebeurd? Hier, die kleine smurf hier naast me, die heeft de tas kwijt. Dus we zijn later, maar uiteindelijk zijn we allemaal levend en wel. Wat we net al tegen elkaar zeiden, we hebben met z'n vijf wel wat meegemaakt hoor.